prachtig in het licht. Met aan zijn rechterhand een groene lelie. En links het meer sinister evangelie. Het snijdend zwaard dat ons te gronden richt. En onder hem de wereld die hij schiep. Vervallen in verloedering en zonde. De schilder toont de schepping onomwonden. Die toen al op haar laatste benen liep. De duivels zijn ontbonden in geweld. Met vrede straffen die door merg en been gaan. En straks zal God er zelf nog overheen gaan. Dus pas maar op, uw dagen zijn geteld. Een angstaanjagend in zwart schilderij. Het is waarschijnlijk sidderend bekeken. Want mensen wisten, God zal straks spreken. De dag des oordeel komt steeds naderbij. Ja, 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 ja. Maar nu, wie schrikt er nu nog van zo'n werk? Wie beeft nog voor die gruwelijke beelden? En voor de toorn die God ons toebedeelde? Wie gaat er überhaupt nog naar een kerk? Wie is er tegenwoordig nog devoot? We lachen om die duivelse figuren. Wat knap geschilderd zeg, die helle vuren. En wie is dat? O God, die was toch dood? Een Bijbel wordt iets voor verzamelaars. Het christendom dat ooit zijn einde strekte, wordt afgeschilderd als een soort van sekte. Geen inspiratiebron voor kunstenaars. Maar als we over 100 jaar hier staan, wie weet dan nog die Bijbel uit te leggen? Wie weet nog wat Hieronymus wou zeggen? En waar deze panelen over gaan? Wat was er zonder Bijbel niet geweest? Geen Life of Brian en ook geen Jan Wolkers. Geen Bach, geen Shakespeare, allemaal vertolkers. Geschoeid op een ooit christelijke leest. Maar dat geloof is nu geschiedenis. Geen mens zal om het laatste oordeel rouwen. De testamenten worden dichtgevouwen. Dat het daarom een drieluik is.